Amerikaanse journalistiek is de sprint van de journalistiek. Kunnen we allemaal even samen hier knopen doorhakken? Sprinten tot aan de deadline. Dat is toch hetgeen wat ik het liefste doe eigenlijk. Het nieuws jagen. Goedenavond. Welke vrouw dat hier staat te doen? En dan bam in de gazet. Schoon op de voorpagina soms. Nieuws. Dat is eigenlijk meditatieve kunst, eigenlijk. Meditatieve kunst. Nieuws komt niet vanzelf binnen sijpelen. Dus je moet de boer op, zoals ze zeggen, de straat op. Veel dichter gaan we niet geraken, zeg. Ik merk aan mijn eigen dat nog altijd extreem plezant is. Een dag nadien in uw kamers bij manier van spreken de kranten tabu haalt en je ziet uw naam in de krant staan. Goed, dames en heren, laten we dan beginnen. Wat zijn dingen waar we kunnen op inzetten vandaag? Als je arrogant genoeg bent om in iets wat op 100.000, 200.000 exemplaren gedrukt wordt, jouw naam te zetten onder een stuk, dan heb je een ego. Er bestaat niet zoiets als een journalist zonder ego. Maar goed, niks fout met een ego, hè. Ben ik de eerste dat komt vragen nu, of zijn er al geweest? Ja. Informatie geweest dat de Nieuwstraat een doel zou zijn, een IS. Maar die informatie is dan gecontextualiseerd. En die informatie is als compleet ongeloofwaardig. Ja, maar goed, ik zal een kort stukje maken. Hey Dirk, ça va? Ça va, elegant. Ik moet die gast blijven verder zoeken, hè? Die gewapende zot. Wat is er aan het doen, Dirk? Niks. Mensen zeggen altijd van, oh, veel nieuws zal wel lastig zijn. Nee. Het lastigste is kranten maken op dagen dat er geen nieuws is. Zo'n putje zomer. Dat is zo hard schrapen. Maar ja, goed, we zijn bezig. Hè. Allee, ja. Ik ga gewoon maar zoeken en zien wat het op de einde geeft. Hey, ja, het is vakantie, hè. Het is rustig. Het kan nog altijd een moord gebeuren, hè. En dat is nog niet om, hè. Vanaf nu begin ik eigenlijk pas echt te denken. 5 uur tevoren. Goeiedag Benny, ik ben Dirk Kozemans, journalist van de krant Het Nieuwsblad. We zitten nu in Barcelona. Ik vind het niet plezant, hè, een aanslag. Maar is het zo echt zo? Ja, je slaat bijna tilt op die zaak, je probeert informatie te vergaren en vooral de rest is er geen tijd of geen plaats in je hoofd. Oké, officiële bevestiging van de politie. Er is 1 verdachte opgepakt en 2 anderen zijn op de loop. Je hebt een krant geplant. Plots gebeurt zoiets groots, dan moet je sowieso al de krant gaan hertekenen. Een aantal verhalen wegduwen, een aantal verhalen inkorten. Die eindredacteurs zijn mee aan het overleggen. Online zit daarop. En dus wat toch meestal een optelsom van allemaal kleine machines is, wordt plots 1 grote machine. En ik kan daar nog altijd van onder een indruk zijn. Ik denk alleen dat we nu eens moeten kijken naar de front, hè, want we hebben een wangetje. Ja, nu op de lijn. Er is iets anders bij. Ja, Club Brugge moet daar bij. Ja, inderdaad. Want, dus, ja, ik twijfel ook heel erg. Ja, natuurlijk wel. Dat is wel een beetje raar. Wat is daar raar? Ik dacht in Doran en dan op de brug. Er is een Belgisch slachtoffer. Wie? Reinder Street. We hebben een Belgisch slachtoffer te betreuren in Barcelona. En weten we iets van leeftijd of geslacht?
Een vrouw. Ja, ja, sorry. En de later 12 maanden. Het is het laatste vrouw. En looking at not just in laatste vrouw. Zijn het bevestigd op een laatste vrouw? Zijn de dingen die op zo'n moment het verschil maken? België bij, geen België bij. Als er een België bij is, is het een Vlaamse, is het een Waalse. Een aanslag in het Turkse binnenland waar geen enkele Belg of Vlaming bij betrokken is, dat is anders. Ja, jij ook wel? Dat klinkt heel cynisch, maar tegelijk gaat dat gewoon over, ja, wat herkennen mensen als dat wat ik kunnen zijn. Ze hebben een naam, een Robin van die zijn zus gaan, die familie heeft doorgekregen en ze zich op ergens moeten voorbereiden, want die vrouw, ze gaan ervan uit dat hij dood is. Als je weet dat er iedere dag in de wereld vreselijke dingen gebeuren, is de vraag welke raken ons, welke beroeren ons. En dan is dat de regel. Hoe dichterbij, hoe meer dat we geraakt zijn. Jonas, blijf je even overtuigd dat Club Brugge op de front komt? Dat van het heeft de proporties van niets. Ja, ook niet het doodgeval. Ja, maar ja, dat gaat oplopen. In Spanje is het mis. Een uur geleden was er nog één dood. Terwijl je de lijken gewoon zegt liggen. Ik heb net beseft dat ik mijn tandenborstel vergeten heb. Dus dat heb ik er nog ergens in te vinden zelfs. Maar dat is hier, ik weet dat, want ik heb dat elke keer voor als ik ergens naartoe moet. Je ziet dat dan zo twee seconden is. Dan denk je van, oh god, ik had dat gepland en zaterdag komen die op bezoek. En dan zie je dat dat gewoon aan de kant geschoven wordt. En eigenlijk twee uur later staan die zelf met hem en vertrekken die. Dan wordt die job in één keer ook wel heel prangend, precies. En dat is een beetje zoals in de film, dat je dan zo belangrijk zit dat je zo per se moet direct vertrekken. VTM is daar. VTM en VRT op de brug van Kiemen. Ik ben eerst onderweg naar Barcelona. Ah, nee. Zit die duur op? Dat is een question. Zie je, bio. Oké, ik ga het weer doen. Zeker zijn we dat het is, Tom? Dat ik de Waal zegt, slachtoffer is... Iemand van bij ons. Een tongs. Heb je er een nummer van? Ja. Probeer eens. Ja, goeiedag mevrouw. Ik ben Dirk Koosmans, journalist van de krant Het Nieuwsblad. Wij hoorden dat een van de slachtoffers in Spanje, mevrouw, zou zijn en uit Tongeren zou komen. U bent het niet, maar het is ook geen familie van u of mensen die u... Nee, oké. Okay. Goed, ja. Sorry dat ik u ervoor stoor. We proberen na te achterhalen wie het is en een beetje moeilijk, maar bedankt om het duidelijk antwoord, mevrouw. Beste hoor, ja, dag. Ja. Het is niet heel Het is hier niet. Die Hilde van dinges. Wat? Die is niet eens in Barcelona. Het zal een andere van zijn uit Tongeren. Dus op dit moment hebben we nog geen slachtoffers. En is de voetbal 0-0. Spannend. Dat was mijn appartement. Ik heb hier mijn Erasmus gedaan. 11 jaar geleden ging ik nu vertrekken. Of was ik hier? Nee, ik ging nu vertrekken. Was mucha suerte, que no tienes nada. Ruim 300 meter. Es triste. Super triste. Gracias. Bon. Ah, oei, oei. Dat stinkt keihard. Oh, man. Dat stinkt echt mega hard. Dat stinkt echt naar riool gewoon. Oh, man.
deze doet mij dus echt keihard denken aan de jeugd ter Brecht toen ik toekwam op Erasmus. Dat was even crappy. Ah, wel goedkoper.